ga ik morgen. Middag. Ja, hallo Geocache, mijn naam is Roger hier. Wat je tegenwoordig steeds vaker ziet is van die kleine mini-bibliotheekjes die opgezet worden door mensen die houden van lezen. Er staat er ergens zo'n klein boekenkastje en in dat boekenkastje staan boeken en de bedoeling is dan dat je je boeken ja, eigenlijk ruilt. Dus je kijkt in die kast of er wat leuks bij staat, je haalt dat eruit en vervolgens stop je een ander boek wat je zelf niet meer leest, stop je terug voor de andere mensen. Hartstikke leuk natuurlijk en toch ook een klein beetje het idee. Wat ook het idee is van een geocache, je haalt er iets in en je stopt er iets in en je haalt er iets uit. En zo zijn er ook van die ruilbibliotheekjes waar ook een geocache in zit. Ik heb ze nou een paar keer gezien, één keer in een voortuin, één keer in een gebouw geloof ik, één keer bij een winkelcentrum. En vandaag ben ik met Daan bij een supermarkt en in die supermarkt staat ook zo'n ruilbibliotheekje. En in dat ruilbibliotheekje, als het goed is, zit ook een geocache. Ik moest sowieso vandaag naar die supermarkt voor cola en koffiemelk. Allemaal op bij ons vandaag. En dan maken we natuurlijk meteen van de gelegenheid gebruik om die geocaches te gaan zoeken. Ik ben heel benieuwd. Er lopen natuurlijk best wel wat mensen rond in de Albert Heijn. Dus ik ben bang dat we gaan opvallen. En we moeten natuurlijk wel heel sneaky die geocache gaan loggen. Ik ben benieuwd of het lukt. We gaan die kant op. Oké, let's go. Kijken of we opvallen of niet. Oeh, wat vallen we op daar. En dat geocache die moet nou juist een beetje sneaky, hè? Ja. Zo val je wel heel erg op. Zo vallen we wel heel erg op, ja. Nou, we gaan het maar gewoon doen. En die geocache die gaan we natuurlijk een beetje stealth pakken zo meteen, hè? Want er zijn een boel muggels hier. Oké, Daan. Op zoek naar de koffiemelk. Koffiemelk, bij de koffie. En dan moeten we twee van deze hebben. Oké, de koffiemelk even te pakken op naar de Cola Light. Even kijken. Die ligt hier. Is er nog wat over? Zo, vinger er doorheen. Yes. Hebben ze. De Cola Light. Yes. Oké, hebben we dat allemaal te pakken? Dan gaan we dus op zoek nu. De boodschapjes hebben we te pakken, gaan we op zoek naar die leenbibliotheek. Even kijken hoor, Daan. Ik denk... Huh, Daan, kom eens. Kom eens. Ik heb die leenbibliotheek al gespotten. Daarachter. Ik zie die boeken staan. Ik ook. Maar ook twee muggels erbij. Ook twee dreuzels erbij. Ah, dat is wel jammer. Hoe gaan we dat dan oplossen? We kunnen twee dingen doen. We kunnen even wachten tot de dreuzels weg zijn. Ja. Maar we kunnen ze ook uitleggen wat geocaching is. Want deze twee dreuzels, deze twee muggels, die zien er wel uit als mensen die het niet zullen verpesten voor ons. Nee, ze hebben wel gewoon een man in het gauw. Ja, dat wel, ja. Even over nadenken. Ja. Kijk, want dit is in ieder geval het bibliotheekje daar. Ja, waar is dat? Zie je dat? En dan ergens hier tussen zou je zeggen, moet die geocache verstopt zijn. Nou, en om het dan een beetje minder opvallend te maken, zetten we maar een bakje koffie. We kunnen in ieder geval doen alsof we een beetje aan het wachten zijn. Valt het ook niet op. Even kijken hoor. Doe mij maar een bonenkoffie. Komt het hieruit of hier? Daaruit. Vergis me wel eens. Geef niet. Oh, lekker. Die ziet er heerlijk uit, maar voor mij is het niet zo lekker. Nee. Neem je lekker thee of zo, dat kan ook. Ja. Komt hieruit volgens mij. Ja. Oh, wegwezen. Ja, ze staan op. Ze staan op. Daan, ze zijn weg. Ga zitten, snel. Ga zitten voordat er iemand anders gaat zitten. Yes. Ah, we zitten dan. Ja. Gelukkig, bij de boekenkast. Ja, en we zitten nu dus vlak naast
die boekenkast. En ik vermoed dat ergens in die boekenkast die geocache kunt liggen ook. Ik denk zelfs in een van die boeken. Eens even kijken of we wat kunnen vinden. Nee, dat is niks. Ook niet. Ik denk dat we wel een van die dikke boeken moeten hebben gedaan, denk je niet? Ja. Dat zou ook nog deze kunnen zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, deze ligt wel weer op een hele opvallende plek, hè? Ik zou hem eerder ergens aan de onderkant vermoeden, daar ergens of zo. Ik denk toch dat hij aan de andere kant ligt. Dus wat we gaan doen dan is gewoon eens even lekker naar die andere kant kijken. Yeah. Even kijken of daar wat ligt. Hier staan er ook namelijk nog eigenlijk veel meer dan dat er aan de andere kant lagen. Misschien is dat hem. Je weet het maar nooit. Nee. Nee, ook niet. Deze misschien. Beste boek. Het is wel lekker zacht. Ja, lekker zacht boek, ja. Het is een mooi boek ook. Ja. Nee, ook niet. Deze dan misschien. De Da Vinci Code. Nee, ook niet. Ah, daar is nog een dikke. Ja, en dit is nog een dikke. Oh. Ja, dikke. Maar hier zit die ook niet in. En bij jou ook niet? Nee. Nee. Even kijken, daar is nog een dikketje. Hey, Daan. Huh? Oh. Oh, kijk, hij zit vast aan een. Hij zit vast aan een touwtje. Dit is hem. Kunnen we hem niet aan de andere kant leggen? Dat we aan tafel kunnen zitten? Yes. Oh, past net niet. Ja, past precies. Wow, Daan. Dat kan niet missen. Hij kan niet verder door het touwtje. Maar we hebben hem hier gewoon te pakken. Dat geocache boek. Super dit. Eens even kijken hoor. Verzwegen verleden. Met de geocache teken. Ben benieuwd. Wow, kijk dan joh. Gewoon een uitgehold boek, dat is gaaf. Met een logboekje erin. Yes, snel dicht, valt het minder op. Nou, super gave manier dus om een geocache op deze manier te verbergen. Eigenlijk hele simpele omgeving, maar toch stiekem best wel spannend. Yeah. Je moet echt oppassen voor muggels hier. En met deze camera vallen natuurlijk nog des te meer op. Yeah. Maar we hebben hem te pakken. Yeah. Ik ga loggen. We gaan de koffie melken en de cola afrekenen en we gaan naar huis. Ja. Lekker daar. Oké, terugstoppen. Yo. Ja. Heb je hem? Zo, geocache pakken, naar de kassa, afrekenen en zijn we klaar mee daar.